gediscussieerd nadien. En als we in het verleden kijken, dan vinden we dat dikwijls terug. En ook dit jaar was dat enorm. We hebben hier bij ons ook nog zitten Freddy Martens en Eddy Merckx. Het zijn de twee hoofdacteurs geweest in dat wereldkampioenschap in het park van Montjuïc in Barcelona. Jongens, we zijn hier niet gekomen om een proces op te maken, want we weten verduiveld goed dat in een wereldkampioenschap er maar één zaak telt en dat is winnen. Het is allemaal menselijk, maar ik zou voorstellen dat we eerst nog die feiten eens bekijken van dat wereldkampioenschap. Eddy, jij demareert hier op een paar ronden van het einde. Daar is het allemaal al mee begonnen. Waarom demareerde jij zo vroeg? Ja, ik moet zeggen, in de groep vooraan, Jimon die spaarde mij, was hem aan het sparen. En ook Kanya, het ogenblik reed ook niet te veel aan de leiding. En daarmee dacht ik bij mijn eigen, kan beter aanvallen om te zien of het wel echt is of komedie dat die twee renners spelen. En Freddy Martens, waarom ging jij achter Merckx? Wel ja, ik voel me goed op het einde, op dat moment. Dus ik heb eerst gewacht wat dat Jimon die aan Kanya deden dus. En dan ben ik er alleen naartoe gesprongen. Dus op dat moment reed iedere Belg voor zichzelf? Ja, zeker wel. Toen jullie met z'n beiden vooruit waren, heb je een moment gedacht dat ze nog gingen weerkomen? Nee? Ja, er is natuurlijk een ogenblik geweest dat dat kon gebeuren, dat ze niet meer kwamen, maar... Wij zitten nu in die spurt hier inmiddels, met Freddy Martens die aan de leiding rijdt. En we krijgen die eindspurt, een beetje vertraagde opname, een beetje in de schaduw gaan rijden. Gaan we dat even volgen. U ziet dat Jimon die, en die Merckx spurt in het midden, Martens links. En letten we op naar Jimon die, hoe die van zijn lijn afwijkt. En die kijk, die gaat wel met mij akkoord en nog even tegen Freddy gaat aanleunen. Absoluut, volgens mij heeft Jimon die Freddy Martens absoluut gehinderd. En moest hij normaal gedeclasseerd worden van deze plaats. Ik denk dat in normale spurt. Dat dit mag gebeuren, want hij heeft echt gaan op de schouders leunen van Freddy Martens. En nog één vraag, Freddy, over die spurt, want dat ging een beetje vlug daarnet. Jij hebt die spurt uiteindelijk aangetrokken voor Eddy Merckx, dat is... Ja, zeker en vast. Dus er is een bepaald moment in de wedstrijd geweest dat ik mij niet heel goed mee voelde. Dus. En Eddy kon zeggen dat hij fantastisch reed, dus ik denk toch dat het mijn plicht was dus, voor hem te rijden. Over een paar maanden staan jullie andermaal tegenover elkaar en... Wil dit nu zeggen dat wij twee vijanden krijgen? Ik denk van niet. Ik denk een wedstrijd is een wedstrijd en het nieuwe seizoen start. En ik denk dat iedereen er belang bij heeft om zijn eigen wedstrijd te rijden. En natuurlijk eerst een plaats rijden om te winnen en niet om een ander doen te verliezen. Ik denk dat de sport altijd moet sportief blijven. Dat een wedstrijd moet sportief blijven. En ik denk dat er geen reden is om tegen een bepaald renner te rijden. Ja, ik ben ook van dezelfde mening toegedaan, dus volgend jaar is toch een nieuw jaar. En om te vluchten. We zullen daar beginnen.